In 3 jaar tijd roeide hij zich in de dubbel 2 met Esther van der Loos naar de wereldtop. Wat maakt ze zo'n goed roeiduo? En wat is zijn doel tijdens de Paralympische Spelen? Had Corné de Koning überhaupt gedacht dat het zo snel zou gaan? Nee, ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Het was wel dat onze toenmalige coach dat had gedeeld met mij, dus dat hij wel potentie zag. Maar dat het nu ook werkelijkheid is geworden, dat is wel. Dat had ik toen nog niet gedacht, maar dat is nu al onwijs gaaf. Heb je er een verklaring voor waarom het zo snel is gegaan? Ik was altijd wel enigszins sportief. Ik vind het leuk om mijn grenzen op te zoeken en sowieso om bezig te zijn. En ik denk dus dat ik het heel makkelijk technisch op heb kunnen pakken. En dat het daardoor heel snel is gegaan. Ja, je zit samen in de boot met Esther. Wat maakt jullie zo'n goed koppel? Het klikt in de boot. We kunnen goed samen roeien, maar ook daarbuiten klikt het ook. We hebben een hele goede band. We zijn echt een goede vrienden wat dat betreft. Dus dat werkt enorm mee. Dus dat, de sfeer is goed open en we kunnen het gewoon in en buiten de boot goed vinden met elkaar. Ja, met de combinatie man-vrouw in een boot, is dat lastig? Je zit... Dat was hem al. Joh. Dankjewel, Corné. Alsjeblieft.